Mam, kom eens. Even kijken naar mijn wenkbrauwen. Jongens, het is ineens donderdag en ik ben bam in Breda. Waarom ben ik in Breda? Omdat ik mijn haar ga laten doen bij Sander. Oh my god. En ik ben er. En het ziet er super cool uit. Hoeveelste keer bij jou is? Vierde? Vijfde? Denk ik de vierde. Twee keer toen in Gorinchem, één keer in Utrecht en nu hier in Breda. Ik ga naar het ene uiterste naar het andere uiterste. Letterlijk, keer, ja, echt hoor. Ja, je wordt er altijd weer mooier van. Precies. Dat is wel de bedoeling. Ja, het is echt een heftige uitgroei ook nu wel. Ja, het is echt. Maar wanneer was de laatste keer? Maar niet zo lang geleden van mijn gevoel. In september denk ik. Ja. Oh, nee, maar het is nog hartstikke held hier ook hoor. Het is echt net die onderste, hier echt dit wat niet zo blij is. En de ja, rest, precies. Dat kan nog wel even lachen. Ik ben weer bruin, ben weer donker. Je ziet precies niks. Ik ben het. Het is een waar. Roos is er ook. Surprise. Morale steun. Oh. Dan kun je daar ook met de koffie tenminste bij iemand huilen. Ik ja, precies. Doorwerken. Ja. Ik heb toen ooit een keer een vlog veel gekeken. Dat was toen zei je echt een naar woord. Toen dacht ik echt. Oeh, wat is dat? Jee, she's blonde again. I'm blonde again. Met curlies. Oh my god. Thank you, Sander. Volg me op Insta. Altijd. Dat doe ik altijd. 100%. Jongens, het is vandaag woensdag en ik ben weer zo meteen bij Angie's Hair Studios. Want ik ga mijn haar laten knippen. Dit is echt een makeover week gewoon. Nou jongens, daar zitten we weer. Vorige keer kreeg ik advies. En nu gaan we haar knippen. Ik ben oprecht echt excited. Het is lang geleden dat mijn haar weer een beetje in model zat. Dus vind ik echt wel fijn dat ik het nu weer een beetje gewoon chill geknipt gaat worden. Ik ben net terug van de kapper. Ik zal zo even beter laten zien hoe het eruit ziet. Maar het is lekker veel lichter. En het is wat korter en gewoon vlotter. Dus ik ben heel erg blij. Nu ben ik dus bij de brow spot om mijn wenkbrauw te laten doen. Dus ik ben heel erg benieuwd. Soms ben ik gewoon een heel ander mens meteen. Heb je ze ook ge... Ja, wat vind je ervan? Mooi. Heftig, hè? Pijn? Ja, baksen. Ze zei, ik neem je snor ook meteen mee. Oh, chill. Top. Maar dat is toch ziek pijnlijk? Niet pijnlijk? Ziek pijnlijk. Oh ja, dat was wel pijnlijk. Maar je ziet het niet, dat het helemaal rood is of zo. Nou. Hi! Mam, kom eens. Even kijken naar mijn wenkbrauwen. Ze heeft hem bijgetekend, het is niet vast. Niet zo boos kijken. Vind je het niet mooi? Ja, mam, wacht nou even. Dit is gewoon potlood, hè? Oh. Maar kijk nou even naar het vorm. Ja, dat is wel oké. Is wel oké? Ja, ik wil het zien morgen nog wel een keer. Eindresultaat, jongens. Kijk, de kleur vind ik ook heftig. Maar de vorm is zeker mooi. Oké, jongens, dit is een aantal dagen na mijn makeover en ik ben helemaal make-uploos. Dat verschil is best wel heftig, maar dat maakt niet uit. Nou, dit is in ieder geval mijn haar nu. Het voelt wel eens een heel stuk minder. Dat is het op zich ook. Ze heeft heel veel weg uitgedund en het is een stukje korter geworden. Dus daar ben ik heel blij mee. Maar wat je dus nu ook kan zien, is mijn wenkbrauwen. En ze zijn altijd een beetje lastig qua waar de haartjes heen willen. Qua vorm. En dit is zeg maar puur natuur. Dus dit is hoe ik wakker word eigenlijk. En ik vond het eigenlijk ook wel interessant om te laten zien nadat je zeg maar meteen uitkomt. En dan ziet het er allemaal fantastisch uit. En ze had mijn wenkbrauwen bijgetekend. Wat ik ook heel anders eruit vond zien dan eigenlijk hoe ik er normaal uitzie.
Normaal doe ik nooit mijn wenkbrauwen, dus dat vond ik wel bijzonder. En ook best wel heftig. Het ziet er heel anders uit. Maar dit is dus hoe ik eruit zie zonder dat mijn wenkbrauwen zijn bijgetekend of überhaupt make-up. Maar ik ben nog steeds wel echt heel blij mee, want mijn haartjes zijn gewoon korter en het zit wat fijner en netter en mooier. En snorloos en wel, hè, met donker haar. Dus dat. Nou, hoop ik dat jullie het leuk vonden. En vergeet niet een duimpje omhoog te doen. Laat even weten of jij ooit je wenkbrauwen hebt laten doen. Zo niet, nou, dan kan je zeker langs gaan bij The Brow Spot. Plus Angie's Hair Studio in Amersfoort. Ze zijn allebei in Amersfoort, dus als je in Amersfoort woont, rondom Amersfoort, be sure to check them out. Want ze waren heel chill, het was allemaal heel gezellig. En dan zie ik je de volgende keer weer. Doei!